Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Dit waren de maxima vandaag, 17 tot 20 graden. Het zijn normale waarden voor eind september en niet voor de hartje van de zomer. Maar goed, dat hebben we natuurlijk allemaal te danken aan dat slechte weer van vandaag. Veel bewolking, trokken stevige buien ook over het land. Ik kreeg zelfs foto's binnen uit Zwolle van ondergelopen straten. Daar viel in zo'n 2 uur tijd meer dan 30 millimeter. Heeft allemaal te maken met een lage drukgebied. Dat lage drukgebiedje lag vanochtend vroeg nog boven de Noordzee en trok in de loop van de dag heel langzaam oostwaarts. Maar het zorgde er wel voor dat we een hele stevige wind hadden, met dus aanvoer van dat slechte weer vanaf de Noordzee. En ook morgen hebben we te maken nog met de wind vanaf de Noordzee. Daardoor nog steeds aanvoer van koude lucht en van wolken en van buien. Dan is de weersverwachting dus niet echt meer een verrassing. Vanavond nog her en der buien, ook een paar opklaringen. De wind waait aan zee met windkracht 7. In het binnenland staat 4 tot 5 pof voor. Ook komende nacht windkracht 7 aan zee en de buiigheid blijft gewoon doorgaan. Doordat de atmosfeer geleidelijk wat kouder wordt, neemt de kans op een klap onweer ook weer ietsje toe. Is wel zeer lokaal. Morgen overdag kijken we opnieuw vooral tegen veel bewolking aan. Heel af en toe piept de zon er tussendoor. En die wind uit het westen met 5 tot 7 boven, die is toch ook heel duidelijk aanwezig. Veel buien, zeker ook wel droge perioden. Dus kijk gewoon op de regenradar in je app. En dan zie je wanneer je naar buiten kunt en wanneer niet. Als je tenminste droog wil blijven. Temperaturen opnieuw mager, 17 à 18 graden. Maar dit is wel zo'n beetje het dieptepunt van deze week. Want woensdag krijgen we een grotere kans op onweersbuien, maar het aantal buien wordt minder en de gaten tussen de wolken worden ook kleiner. Dus er komt meer ruimte voor de zon woensdag. De wind neemt ook nog eens een fractie af, dus al met al kleine verbeteringen. Die verbeteringen worden donderdag groter, dan neemt de wind echt serieus af, valt er nog slechts een enkele bui en zijn er ook flinke zonnige perioden. En vanaf vrijdag gaat dan ook de temperatuur een klein beetje omhoog en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. En kijken we verder vooruit, dan zien we dat de trend behoorlijk doorzet. Na de dip op dinsdag en woensdag komt er eigenlijk al een stijgende lijn. En dat betekent dat we in het weekend weer tussen de 20 en 25 graden uit gaan komen. En volgende week ziet het er dan uit dat het dagelijks 20 tot 25 graden wordt. Met misschien nog een keer een leuke zomerse verrassing. Bijvoorbeeld op maandag, dinsdag of woensdag. Kans op buien lijkt ook klein, dus we kunnen met een gerust hart concluderen dat de zomer begin augustus weer terugkeert in ons land. Prettige vooruitzichten, zeker als je nog even aan het weer van morgen denkt, maar dan is het grijs en vaak nat. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.